alles vergaat. Maar soms blijft iets behouden. Het is ieder jaar weer een feest. Alleen al om iedereen weer te zien. Want zo vaak zie je elkaar natuurlijk niet. Zeker niet nu ik zo ver weg woon. Maar het is iedere keer weer ontzettend leuk. Ja, en weer een verrassing wat er voor groep is aangetrokken. Dit was natuurlijk ook weer enig wat er nu was. Verboden vrucht, tip van mijn vader. Veel voorlichting hebben wij niet gehad. Het enige dat onze vader zei als wij knapen keken naar een prostituee die achter de ramen zat: die dame, daar moet je geen geld in steken. En slapen door je ledikaat, niet in de klas, sinds eerste baant. Hij heeft zijn koplampen nu uitgedaan en slaapt net als een grote poes, geduldig, terwijl de oortjes nog in waakstand staan. Het kwaad is altijd zwart, de goedheid wit, en toch, hier is het zwart onschuldig, maar hoedje voor het lelieblank gebit. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Het formulier ligt klaar voor mij. De meest geschikte plaats, zegt hij. Ze gaan er goed om met problemen, hebben geduld en zijn bekwaam. Op dit gebied het beste wat bestaat. Toch voelt het aan alsof ik haar verraad. Als ik hier toestem in haar naam. De prijs wordt uitgereikt door onze wethouder van cultuur, mevrouw Van Wijk. Van harte gefeliciteerd met uw mooie woorden. Het is echt een prachtig overwever om Antwerpen. En ja, u heeft het verdiend, denk ik. Dank van harte proficiat. En in Antwerpen kussen wij altijd. En drie keer. Drie keer. Dank u wel. Mag de prijzen geven? Of wil je het officieel? Dank u wel. Soms is het handig om even door te geven. We improviseren een beetje, maar dat hoort er ook bij. Ja. Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw prijs. En nou, het zijn er meerdere. U heeft er bijna een kruiwagen bij nodig. En een mooie bos bloemen, begrijp ik ook. Een bos bloemen. Oei, ik heb hulp nodig. Dank je wel. En natuurlijk het juryrapport en de oorkonde. Ik leg het bovenop. Ja, gewoon heel leuk om het te winnen. Ik heb al verschillende prijzen gewonnen, maar ja, elke keer toch weer een eer. Vond ook een heel leuk programma vandaag, vooraf. Dat maakte het nog mooier om toch van zover te komen. Spijtig genoeg van iemand die heel nauw aan mijn hart ligt. Meestal schrijf ik ook gewoon dingen die vanuit mezelf komen. Dus vooral de eerste drie strofes in dit gedicht is ook heel vanuit mezelf en echt emotioneel. Dan kwam de zin die we moesten gebruiken. Dat geeft een beetje een overgang. Moest ik in de ik-persoon gaan. Maar eigenlijk kwam ook dat vanzelf. Maar het is ook een verhaal dat echt is. Oh.